Oh ja, geen natuurlijk het belangrijkste, maar één het belangrijkste. Maar die zijn op. Let niet op de afwas, want dat wordt morgen gedaan. We gaan nou... En de gastenhuis wordt morgen gedaan. We gaan nu ons concentreren. Dat doe ik wel, alsjeblieft. Wat hebben we? Ingrediënten? Eén banaan, ja. Eén banaan. Eén flink hoeveelheid suiker. Kun je beter het in die maken zometeen, hè? Nee, ik maak even de kom. Ik heb er twee vorken voor, dat vind ik even handiger. En wat van stuifmeel. Zelfrijzend bakmeel. En het belangrijkste, het geheim ingrediënt. Is heel geheim. Poedersuiker. Ik weet het. Dan heb je alweer te vragen. Nee, ik noem geen merknamen. En ik heb even wat spul. Dingen om in de pan te doen. En het banaan. Ik had het grappig om te doen. Ik heb ook een jongen in de klas laten zien hoe je dat deed. Dat is een beetje trekken en dan buigen. Oh ja, geen natuurlijk het belangrijkste, maar één het belangrijkste. Maar die zijn op! Je kan er ook melk bij doen, maar in jouw geval doe ik dat even niet. Lactosevrije melk, kan wel. Heb ik nog. Ja, maar die is niet lekker. Hè? Die is niet lekker. Wel waar. Jij vindt het lekker, ik niet. Ik heb het ook door, en door de hutspot gedaan, hoor. Ja, vandaar dat het lekker is. Haha. Vingers kijken. Wij halen dus altijd deze eieren. De grote eieren. Zijn nou de folie er even om? Ja, en ik heb er nog één hier. Deze. You. Die kan nog wel, hoor. Oké. Doen we dan? Dan neem je gewoon de oude. Dan moet ik alles overrekenen. En meteen checken of alles goed is. Bah. Nee. Komt wel goed. Kapotte eieren hou ik niet van. Eén, ja. Oké, bananen. En volgorde maakt eigenlijk niet zo uit. Volgorde. Kan eerst bananen erin doen en dan van een bloem of zelfrijs in het bakje. Ik pak even een lepel, dat is wat makkelijker voor mij. En een paar schijfjes van. Ongeveer. Ja, maar waarom moet jij altijd alles in zakjes doen? Dat wil ik niet hebben. Nee. Een beetje. Doe ik nooit, dus. Suiker erbij. Hoeft nu ook niet. Ik ga dat je rood afleren. Dan is het een kwestie van heel voorzichtig prakken. Heel voorzichtig prakken, want het gaat stuiven. Hier een stinkstuk banaan te pakken. We moeten even in kleine stukjes. Ja, maar van de week zag ik jou eerst een eerste banaan doen. Prakken. Ik ga het alles even bij elkaar. Ik krijg een soort van beslag.
krijgt een soort van beslagje. Nou, dat is gewoon een kwestie van door elkaar mixen. En dan zien we weer verder wat er gaat gebeuren. Vork is het handig om die banaan te prakken. Ik kan ook zeggen, nou, ik doe die banaan in de blender. Dat wordt helemaal fijn. Ook met de mixer, maar ook nog. Wat je handig vindt. Ik vind het even handig, dan kan ik een beetje zien wat er gebeurt. Zonder dat alles in één keer door de keuken vliegt. Mag ik anders zo eens even prakken? Natuurlijk mag jij prakken. Zo. Merk ik tenminste al wat leuk. Dat vind ik leuk om dingen te leren. Het werkt het beste met een beetje meer dan rijpe bananen. Die zijn wat zachter. Deze banaan was redelijk vers, zeg maar. Lekker om uit het vaasje te eten, maar niet voor te koken. En het allerbeste werken natuurlijk de bakbananen. Maar die zijn ook wat duurder. Dus stel je hebt bananen, zeg van die gooi ik eigenlijk liever weg omdat ze rot zijn. Maak er lekker bananenpannenkoekjes van. Ja, je mag melk bij doen hoor. Nee, doe maar niet. Dat is echt wat steviger. Een heel klein beetje. Ik weet wel hoe en hoe ik dat moet doen hoor. Oké. Wil je proeven op die manier? Ik hoef het niet zo rauw te proeven, nee. Nee, maar gewoon met melk er doorheen. Ja, een heel klein beetje dan. Ja, oké. Okay. Pietje. Oké, okay, dan pak ik melk. Die is nog goed, want die heb ik van de week nog door mijn stamppot heen gedaan. Okay. Ik heb nog een klein glasje eruit gehaald. Koekoek, rustig. Ik weet wat ik doe. Okay. Het scheelt weer. Okay. Dat scheelt weer. En merken we even. Dan heb je ook gelijk weer. Kijk, en dan kun je nog altijd weer een beetje bloem bij doen. Zelfrijzend bakmeel. In ons geval dan. Ik weet al waarom je zo'n zakje eromheen had. Zie ik. Maar die kun je afplakken. Namelijk. Dit kun je gewoon afplakken. Oh. Als je... Kijk, ik heb plakband gehaald. Blijf nou niet zo heel goed plakken. Zo. Kijk. Nou wordt het weer wat steviger.
Misschien nog een heel klein beetje suiker toevoegen. Deze? Ja. Is dat genoeg of nog meer? Dat is denk ik wel. Weet ik ook wat en wat morgen kan gaan maken. Als je lekker post aan het lopen bent. Iedereen doet op zijn eigen manier. Zo, ja. Nou, het ziet er netjes uit. Gaan we nu even wat vuur maken. Dit vuur nemen, dat vuur. Het grote vuur, het handige. Lekker warm. Huppatee. De boter ervan. Even wachten tot het warm is. Een beetje uitsmeren. En dat dan. Lekker warm. Nog even wat prutselen. Dit nog even wat prutselen. Dan kijken we wat brokjes eruit. Wat duidelijk, hè? Mutselen, prutselen, brokjes eruit. En dan rieten we het over. De pannen liggen over een lepel, misschien wat handiger inderdaad. Organiseren. En dan gewoon ja, bakken als een pannenkoek. Kijk even hoe het is, om een beetje stabieler te worden. Hier aan de rand is een beetje losmaken. Okay. Nou, het begint een beetje solider te worden. Dus dan doen we er een heel klein beetje geheim ingrediënt aan toe voor hem. Ja. Poedersuiker dus. Even wachten. Nu kijken we even nog hoe het zit. Prima. Wacht even tot de bovenkant ook een beetje meer dicht is. Lekker omgedraaid. En aan de andere kant nog een beetje poedersuiker bij. Lekker. En dan laten we het even verder garen. Ja. Dan kijken we even hoe ver het is. En kijken hoe ver het is. Het is los. Zet wat vuur uit. Hoppatee. En dan is het een kwestie van overheffen. Hoppatee. Zo, kijk. Lekker.
En dan is het snijden in tweeën dan opeten. Yummy! Nou, heb je wat aan dit recept gehad? Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wil je het zelf maken? Vlog het. Laat het zien op ons kanaal. En dan kijken wie het lekkerste maakt.